Ik heb een vraagje daarover. Is het ook niet zo dat als je hoe meer wakker je bent, hoe beter je kunt voelen, hoe meer ingevoerd je kunt zijn op die energie? Ik heb zelf altijd het idee met die tsunami, je gaf het net als voorbeeld, dat de mensen stonden er te kijken en die hadden zoiets van, wat is daar nu aan de hand? Ja, dat is pretty stupid. Ja, onderliggend zullen ze vast wel gevoeld hebben dat daar iets niet klopte. Beesten waren allemaal al verdwenen. Ja, yeah, obviously. Stil. En zij blijven gewoon staan met zoiets van, wat is daar aan de hand? Terwijl op het moment wanneer je dus meer vanuit, wakker bent, leeft, je dat daar wel op ingetuned bent en denkt van, dat klopt niet weg. Maybe. Je kunt ook zeggen, als je wat minder in je hoofd zit. Ja. Maar dat kan dus ook iemand zijn die een IQ heeft van 83, want die heeft daar niks te zoeken in dat hoofd. En waarschijnlijk dat hij vrij snel al de benen neemt, want die reageert veel meer op instincten en emoties. Ja. Dus mogelijkerwijs dat alleen de wakkere en de werkelijk domoren zouden ontsnappen. Ik dacht dat je ging zeggen van, als je wakker bent, hoe meer wakker je bent, dat je dan toch iets meer keuzevrijheid hebt. No, nee? Of course not. Natuurlijk niet. Je krijgt niet ineens als je wakker wordt een vrije wil ter beschikking. Nee, ook niet een beetje. Nee, no. Maar wie zou dat dan zijn die dat heeft? Ja, precies. Er is geen ik. Dat is dan net het punt. Wat er wel zo is, is dat het erop lijkt dat er een her en der in die gelaagdheden een soort van upgrade plaatsvindt. Maar het blijft onpersoonlijk en er is niemand die aan het stuur zit. Alleen het organisatiepatroon gaat gewoon wat helderder functioneren. En is wat minder, hoe zeg je dat? Ja. Makkelijk te vangen, ja sowieso. Is minder reactief, dus allerlei afwezigheden die gaan ontstaan. Of subprogramma's of software die overschreven wordt of gedelete. Maar het is, ik ben net zo onvrij als iedereen. Alleen, I know it. Dus ik hoef ook niet te doen alsof dat wel zo is. Het functioneert gewoon anders dan voorheen. Dat is vrij duidelijk. Maar niet op alle niveaus. Want het blijft nog steeds een biologisch organisme. Dit ding dan. Hey Hans, over aan het stuur zitten gesproken. Je zei net van, dat is waarom visualiseren werkt. Dat heeft niet met aan het stuur zitten te maken, maar dat het organisme geen onderscheid kan maken tussen werkelijke zintuigelijke indrukken of imaginary indrukken. Dus als je een goede visualisator hebt voor een groep, die je een geleide meditatie of visualisatie doet, en die vertelt je van, dat je in een prachtige omgeving bent en wat dan ook, dan gaat dat systeem gewoon de stofjes aanmaken alsof je in die prachtige omgeving was. Ja. En ook als die je meeneemt naar het slagveld van Rwanda, ja, dan krijg je hele andere reacties. Nou, mijn vraag gaat over je hebt zo'n scene waarin het gaat over manifesteren. Ja. Yeah. Dan doe je dan via visualiseren en affirmeren en je gedachten veranderen. Mm-hmm. Ik vond dat dan wel interessant. Maar eigenlijk wat ik zelf interessanter vind om te doen, is om te kijken hoe uit bewustzijn wat daar natuurlijkerwijs uit opkomt. Ja. Dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Right. En daar opvolging aan te geven. Ja, exact. Dat lijkt me ook veel handiger. In plaats van een ego die van alles gaat willen lopen manifesteren, alsof we dat niet de hele dag al aan het proberen zijn. Ja. Het is ook zo spiritueel. En wat willen ze dan? De ideale relatie en het grootste huis en heel veel geld. Ja. Het is ook zo verschrikkelijk spiritueel en interessant allemaal. Ja, maar als ik dat soort dingen dus probeer te visualiseren, dan werkt dat helemaal niet. Want dat is een persoonlijk. Ja, uiteraard. Het is allemaal ego. Dus dan werkt visualiseren niet aan jou. Bij jou niet. Nee. En de grap is van, dus het maakt die stofjes wel aan. Of het kan een gerichtheid op iets versterken en dat soort dingen. Ja. Dus als ik heel graag wil winnen. En zo, dan kan ik nog me als winnaar gaan visualiseren en dan geeft dat nog even, waardoor de kans op winnen misschien groter wordt. Ik kijk dan niet naar wat ik allemaal verlies daardoor. Hè.
Dat is ook leuk met dat hele creëren. Het gaat om, en zo gaat het altijd bij mensen, ik wil dit hebben. Dus ik richt mijn energie daarop, dat doen we allemaal. Dus we zijn allemaal visualisators. En al het andere verdwijnt dan uit beeld. Dus dan heb je op een gegeven moment je succesvolle carrière, maar ja, al die relaties zijn naar de klote. Ja. Of je hebt al die relaties, maar ja, you got no money. Which ja. sucks. Maar ik kon het eens zo ver, want ik wou dan altijd heel rijk worden. Dan ga ik al mijn aandacht richten op verkopen. Maar het lukt helemaal niet, omdat het een soort een obsessed energy is. Ja, en je werk is niet goed genoeg. Nee. Gewoon een grapje. Want dan ga ik iets heel duurs bedenken, wat ik dan ga verkopen. Maar dat is helemaal niet in relatie op een behoefte van iemand daadwerkelijk. Dus die, als ik heel erg zo hyperfocus, dan komt dat gebeurt dan alleen maar vervelende dingen. Weet je wat ook zo treurig is met die hele scene? Van als iemand werkelijk weet wat hij wil, hè, dan zet hij daar zijn energie al op. Ja. Dus dit zijn voor leeghoofden die dus gewoon geen raad weten met het leven. En dan gaan ze bij elkaar kletten en dan gaan ze wat dingetjes uit de grabbelton halen die je dan kan gaan zitten manifesteren enzovoorts. Want ze hebben blijkbaar geen idee waar ze voor leven. Ja. Het is zo treurig allemaal. Ja. Nou, wat je net zei, van dat jouw doel was optimaal mogelijk. Ja, daar is het doel. Of optimaal expressie van je zijn. Ja, van mijn zo zijn. Ja. Dat is het doel. Ja. Niks anders. Ja. En als ik daar een miljoen aan verdien, fijn. Weet je wel, maar dat zal nooit een doel zijn. Ja. Want dat is helemaal niet nodig om optimaal mij te zijn. Heel arm zijn is ook niet aan te raden. Dat is gewoon bar vervelend. I tried that a couple of years. And, yeah. Dat is ook niks. Weet je wel. Maar het heeft daar niet mee te maken. Ik wil gewoon mij zijn. That's it. Ik weet nog dat we op die Leonardeshoeve, het opleidingscentrum, op een gegeven moment kregen we mediteren. En dan, nu mag je een wens doen. Iets wat je heel graag zou willen in je bestaan. En ik zat er zo naar te kijken en, how the fuck do I know wat het beste is wat in mijn bestaan moet gebeuren? Dan doe ik weer alsof ik het beter weet. Dus mijn wens was geen wens. Laat maar gebeuren wat er gebeuren moet, whatever that might be. Weet je wel? En I'll figure it out. Het leek me zo kinderachtig om iets te gaan. Je bent toch geen zes en een week voor Sinterklaas van wat wil jij hebben, handje? Ja. Doe maar een brandweerauto en een paar bokshandschoenen. Oh man, echt. Maar toch kunnen mensen niet echt begrijpen dat je geen doel hebt in je leven. Je wordt me heel vaak gevraagd, maar is er dan niks wat je wil bereiken, waar je nog heen wil? Ik zeg, nee, ja, ik ben nu. Maar dat vinden mensen heel raar. Ja, dat is begrijp ik. Bijna, zeg maar. Ja, I know. Kijk, en voor de massa is het heel handig als mensen wel purpose hebben en iets meaningfuls vinden. Want dan functioneren ze als organisme psychologisch gezonder dan mensen zonder. Ja. Alleen daarvoorbij, in een meer volwassen modus, weet je wel, de dingen volgen gewoon uit jouw zo zijn. En je ziet vanzelf wel van als er ergens een levensaspect een beetje aandacht nodig heeft, of als het ergens begint te rammelen, dan moet daar even een gitaar gestemd worden, let's say. Of die trompet die moet eens even schoongemaakt worden, weet ik veel, of vervangen van mijn part, dat is ook goed. Weg, een nieuwe, kan ook, weet je wel. Maar het is ook een teken dat je het leven niet vertrouwt zoals het zich ontvouwt. Ja. Om niet die doelen te zetten. Ja, en dat je vrij dom bent, want je wil dan, je wet op één paard, ja, of hooguit twee, en daar moet dan alles uitkomen. Van als ik nou maar eenmaal die partner heb, dan wordt alles goed. Uh-huh. Uh-huh. Alsof je al jouw behoeften, die heel gefaceteerd zijn, uit één mens kan trekken. En dan wil je dit en je wil zijn, dan moet je avontuurlijk zijn en sterk en initiatief nemen en gevoelig. En dan heb je vijf vrienden nodig, niet één. Jesus, wake up, why don't you? Weet je wel, of als ik dan miljoen heb, dan... Oh ja, een zak geld gaat alles oplossen. Denk je werkelijk dat zelfs jij, hebzuchtige, zo'n saaie wezen bent dat het alleen maar om geld gaat? Really, what the fuck is wrong with you? Ik hoop dat je die miljoen gauw hebt.
Jezus, wat zou je ongelukkig zijn. En dan kun je eerst nog 2 jaar coke snuiven om dat niet te hoeven voelen, maar dat gaat ook vervelen. Plus je moet een platinum tussenschotje gaan halen. Maar dat kan dan. Ja, dat kan. Dat kun je ook betalen, dat is geen probleem. En dan heb je ook van die mensen die op je afkomen, waarmee je werkelijk diepgaande contact, want die komen voor jou, voor de diepte van je zielenleven. Mm-hmm. Niet voor die gouden armbanden. Oh my god, the stupidity of it. Maar gewoon, ik vind het prima, lekker doen, maar niet in mijn buurt. Het kan ook wel een manier zijn om een pijn te verdoven of zo. Ja, natuurlijk. Maar ook voor pijn te verdoven heb je geen miljoen nodig. Lijm snuiven gaat ook, kost niks. Trust me. Heilig. Als ik ga lezen over de toestand van deze wereld, hè, milieuvervuiling en aantal mensen wat er op deze wereld is. Ja, een beetje veel. Raak ik verdrietig of gefrustreerd of boos. Dus dat voelt als een zinloze activiteit. En als ik dat nieuws gewoon laat voor wat het is en me realiseer van oké, deze wereld is ook ontstaan zonder mijn bemoeienis, zeg maar. Dan kom ik weer tot rust. Ja, cool. Maar die boeddhisten die zeggen, ja, je moet compassie hebben voor alles en voor al het leed in deze hele wereld. Hans, is dat oké? Ik heb er helemaal niks mee. Wat bedoelen ze eigenlijk? Ja, dat moet je hun vragen. Ze hebben er een heel verhaal bij. Een hele sales pitch. I don't buy it. Okay. Nope. Maar ik denk misschien begrijp ik het verkeerd. Ja, dat zou kunnen. Misschien begrijp ik het verkeerd. What do I know? Ik heb er niks mee. Het is vanuit een Advaitisch perspectief punt 1 al krankzinnig om ergens compassie mee te gaan lopen hebben. Of course, that's only you. Dus dan ga je compassie lopen hebben met jezelf. Dat is treurig. Ja, of vanuit het oceaanprincipe heb ik al eerder gezegd. De oceaan heeft geen compassie met de afzonderlijke golven. Hij is de golven. It's insane. Dus vanuit een non-duaal standpunt, horseshit. Dus het gaat niet over non-dualiteit, hebben we dat vastgesteld? Weet je wel, dus het gaat gewoon over een soort intermenselijk gebeuren. Nou, leven vanuit enige welwillendheid is beter dan vanuit haat en afgescheidenheid, I get that. En being a little kind, oké, dat is beter dan lomp of agressief. Dus I get that, maar er is toch een kleuterschoolniveau van je welste, of niet? En verder is er heel veel praat van, ja, je moet compassie dan met mensen hebben, ook als ze er ellendig aan toe zijn of slechte dingen doen, want dat hebben ze nodig voor hun proces. Nou, ik denk wat ze soms nodig hebben, als ze iets willen met dat proces, is dat ze even heel duidelijk verteld wordt als ze 5 minuten uitgejankt hebben, van oké, you want to upgrade? Do this, stop that, weet je wel, en dan kun je stappen zetten om beter te worden in whatever levensaspect er uit balans is. Wat ze niet nodig hebben is, oh wat zielig en ja, het is heel begrijpelijk allemaal en gezien je verleden, ja, jongen. Of nog erger, ja, maar 3 levens geleden was je een minkukel en daar betaal je nu nog de prijs voor. En ik heb er compassie mee. Zo komen we toch helemaal nergens. Ik vind het echt verschrikkelijk treurig allemaal. Maar laat ze maar. En de meeste van die lui, niet allemaal, obviously. Net als het ook voorkomt, als je goed zoekt, dat je een flinke volwassen christen kan opduikelen ergens. Geldt dat ook? Er zijn ook boeddhisten die gewoon tof zijn. Waarom ze dan nog boeddhist zijn, kun je je afvragen. Maar goed, it happens. Alles is mogelijk hier. Ja, dat kan. Daar zitten er ook misschien een paar, weet je wel. Maar die beetje flinkheid, die kunnen misschien eens mensen helpen te gaan opstaan. In plaats van ze gecompassioneerd in de modder laten drentelen. Dan is zo'n get up. Dat lijkt me veel handiger. Dus ik ben meer voor helderheid en een beetje aanpakken en... Als je wil veranderen, dus ik heb dat in de valse noten, gaat het er heel veel over. Leuk boek, lees het. Weet je wel, sowieso aanraden. Maar van eentje gaat er heel erg over van waar ik naar kijk,
om het heel simpel te maken, er zijn 3 categorieën mensen. Zwakke, middelmotors en sterke. En die kunnen allemaal in een onfortuinlijke situatie zitten. Right? Maar de sterke, die hebben maar een beetje advies nodig of een beetje bemoediging. En they get up and they move along and they learn. Weet je wel? Zodat ze niet weer in 7 sloten tegelijk vallen. Goed, nou die hebben weinig hulp nodig. De middenmotors die in de ellende zitten, hebben soms de bereidheid om te willen kijken en luisteren. En ook de eigen medeplichtigheid te zien aan de rotzooi waarin ze zitten. Want het is niet altijd een tsunami, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Dus natuurrampen. Het is meestal sociaal interactie. Meestal heeft er enige mate van domheid, ijdelheid, arrogantie, eigendunk enzovoorts mee te maken. Maybe we can look at that. Weet je wel? Dus in die middengroep zitten mensen die gewoon stappen kunnen zetten en dus kunnen vorderen. En in ieder geval tot een volwassen modus kunnen komen. En een aantal anderen hebben daar wat minder zin in. Goed. Weg. En die zwakken die hebben gewoon geen zin. Die willen alleen maar jammeren en die moeten geen compassie hebben. Die moet je gewoon negeren. Ik ga mijn energie daar niet aan, dat is een dood paard. Is pointless. Dus waar ik naar kijk is in die middengroep, zou ik maar zeggen, wie heeft de potentie en de openheid en de eerlijkheid to upgrade? Met die wil ik interacteren en met een paar sterken, maar ja, die zal ik dan niet lang zien, wat verder niet erg is. Want die hebben maar gewoon een paar dingen nodig en they get it and they move along, klaar. Dus dat lijkt me veel handiger dan dat gesympathiseer allemaal. Terrible. Maar heel vaak zijn de dat beweer ik in mijn laatste paar boeken eigenlijk al her en der, die sympathietypes, die horen zelf een beetje tot de wat zwakkere middenmoot. Ze hebben moeite met een beetje boom, weet je wel, en ze hebben moeite met de willekeur van het bestaan en de onrechtvaardigheid. Ja, die is standaard. Rechtvaardig. Voel jij die pijn? Als je dan iets leest of ziet op tv, weet je, op ellende, voel je dan pijn? Soms. En soms irriteer ik me en daarom heb ik die laatste 3 boeken geschreven. Die zijn, behalve andere dingen die erin staan, voor een groot deel een respons op wat ik waarneem, wat er gebeurt in de wereld. En dan zodanig dat ik hoop dat de midden- en sterkere groep daar iets aan heeft. Weet je wel, om hun houding daartoe te veranderen, zodat ze effectiever worden. Een van de dingen daarin die ik regelmatig naar voren breng is, vele van ons die voelen en vinden wel van alles wat er gebeurt, bijvoorbeeld in een bedrijf of in een familie, maar zijn tegelijkertijd nogal scheiterig en zeggen dus nergens iets over. Of nemen geen ander initiatief, waardoor dus een hele hoop shit gewoon in stand gehouden wordt. I don't think that's good. En dat verdient geen compassie, dat verdient een tik op de fik of een schop onder de kont. Van je weet dat oma Harry iedere keer de boel loopt te verzieken hier. Of dat die baas niet deugt, of die collega die verziekt gewoon de hele structuur hier, weet je wel. Waarom zeg je niks? Waarschijnlijk lopen er 5 rond die exact hetzelfde vinden. Kick the fucker out. Weet je, accepteer niet dat er allerlei verkeerde systemen ontstaan of onwerkzame situaties blijven voortduren, omdat jij zo bang bent dat er iemand boos op je wordt. Weet je wel, van die slappe houding, die draagt ook bij aan een hele hoop ellende. In families, in bedrijven, in organisaties. Maar, come on! Maar heel even dan, wat is het dan dat, want je zegt dit en ik voel het bij mezelf. Ik heb zoiets van, ja, ik ben ook zo geen eentje die dan wel wat ziet, maar wel mijn mond dicht houdt. Wat is het dan in mij dat mijn mond dicht houdt? Want gewoon angst. Angst. Simpel. De angst voor afkeuring. De angst voor kritiek. De angst voor ongemakkelijke gevoelens. Het gaat niet eens over die anderen. Jij krijgt potentieel, want je weet het niet. Het kan ook zijn dat je iets zegt en ze zeggen van, man, had dat eerder gezegd. Komt heel vaak voor. Weet je wel. Maar we zijn gewoon bang voor ongemakkelijke gevoelens. Dus, Nou, want net ook bij wat zij gaf dan aan, van goh, ik trok mijn mond open en ruzie en weet ik wat. Nou, ik zat hier met een ongemakkelijk gevoel, want ik heb hetzelfde keer gehad, maar ik werd vervolgens op het matje geroepen. Ja, dat kan. Ja. Nou en? Ja. Dit valt onder de noemer, dat is een andere valse noot, dacht ik, van
Ik wil de wereld verbeteren. Oh, ben je al beter dan? Of anders gezegd, als je een betere wereld wil, wees dan beter. Wees eerlijker, moediger, meer in tune. Want het is ook hoe je iets zegt. Dus eerst constateren wat er ergens mis is, als dat al zo is. En dan kijken, wat is de meest effectieve manier om dat aan te reiken. Want het is geen oproep tot lompheid, maar tot eerlijkheid en verantwoording nemen die we dan... Hè, daar hebben we het altijd over. Mensen moeten hun verantwoording nemen. Ja, behalve als het jou aangaat. Weet je wel, de anderen die moeten allemaal hun verantwoording nemen, ik niet. Scheiterigheid. Dat er toch nou een keuze daarin is. Nee, het is een oproep en die kan iets doen. Dus interacties, net als dit, die kunnen iets veranderen in dat multilayered being, waardoor die zoiets heeft van, ja, fuck man. Ik zit hier gewoon bij te dragen. Als dat kwartje valt, verandert het systeem. Ik zit bij te dragen aan een onprettige werksfeer of aan een ondeugdelijk organisatieverloop of een ondeugdelijk productiesysteem of whatever it may be. Weet je wel, van hou ik dat in stand met allerlei smosjes or do I step in? Do I engage? Wordt er door nieuwe informatie eigenlijk een keuze gemaakt? Maar yes, exact. Niet van mij, exact. Er is geen beslissende instantie, maar dat hele parlement als het ware gaat anders voor functioneren en er komen andere belangen. Dus er kan een eye-opener ontstaan en een hele club in dat parlement of dat dorp zegt ineens van fuck, ja natuurlijk. En dan gaan ze anders daarmee om. En dat, het is dus het totale organisatieapparaat of organisatiepatroon in relatie met de context waar een beslissing oftewel een resultaat uitkomt. Nou, nieuwe informatie kan dat organisatiepatroon veranderen. Of eens een keer uitgekafferd worden of iets aangeraakt krijgen, can change the system. En verandert het systeem, krijg je andere keuzes. Yes, obviously. Daardoor maakt deze nu hele andere keuzes op tal van vlakken dan 25 jaar geleden. Een hele hoop dingen die ik toen dacht dat belangrijk waren, zijn doorzien als leeg. Ja, mooi. Eentje nog. Het is tijd. Ja, nu nog. Dat die concessieloosheid eigenlijk, hè, die jij nu schetst. Dat maakt dat jij... Nou, je hebt een heftig kereltje, zullen we zeggen. Soms. Ja, dus dat jij veel van mensen die vrijheid ervaren, dus het concessieloze, je vloekt kennelijk naar dat absolute. Al dan niet met een proces daartussen, dat heb ik nog niet duidelijk bij jou. Irrelevant. Oké. Ja, dus I am that, ik ben dat aan het lezen. Met betrekking tot dat absolute. En hij schrijft eigenlijk, het is het meest simpele wat er is eigenlijk. Omdat het al die dingen die wij eromheen fabriceren, alle concepten, inclusief onszelf als concept. Zijn de gevangenis of zo. Of ja, zo schrijft hij dat niet, maar dat is mijn vertaling. Ja. En als je dat niet doet zoals jij dat nu schetst, hè, je zegt eigenlijk fuck it, samengevat. Ja. Nou ja, wees geen voetveeg in ieder geval. Nee, maar duldt ook dus geen gewazer van anderen of als er gelogen wordt, zeg. Als je, hè, afhankelijk van wat het dan is, wat het dan ook is. Maar het gaat over de directheid en de oprechtheid. Voor zover dat gaat. Voor zover dat gaat, ja. Mm-hmm. Iedere keer een context en een belang, yes. En dat soort dingen. Yes. Maar er komt steeds meer directheid. Ik heb laatst iets uitgeflapt wat ik niet moest zeggen. Dus ik kan maar beter niks meer zeggen wat ik niet moet zeggen. Want ik heb het soort van soms niet... Hè? Dus niet om mensen te schaden, maar wel om gewoon... Er is, ik zie dat met sommige anderen ook. Hè. Er is een soort... Dus hij zegt... er is niks simpeler. Ja, ja.
En voor de duidelijkheid nogmaals, het is nooit een oproep tot lompheid. Ik zal altijd proberen de minst intense communicatievorm te zoeken. Maar als iemand een hint niet opvat, dan wordt de volgende hint duidelijker en daarna word ik heel duidelijk. En het kan me dan dus ook niet schelen of de relatie, let's say, voortduurt of niet. Maar het is niet zo dat ik erop uit ben om mensen bij de kladden te grijpen of dat ik heel vaak ruzie heb, heel zelden. Want meestal weet ik vrij goed de toon te vinden hoe ik die brief, want daar gaat het om die brief gepost te krijgen. Find the best way to post the letter. Maar er is geen vrees voor afkeuring. Ik heb het liever niet, want dan is het contact ook meteen weg en kan ik eventuele volgende brieven ook niet kwijt. Weet je wel? En dat is jammer, want ja, ik heb dozen vol en dan moet je toch ieder jaar weer verbranden. En dat is een beetje jammer. Of er een boek van schrijven. Maar het gaat om, eigenlijk er is dan geen belang, hè? Of let's say, weinig angst. Dus ik heb op een gegeven moment gaat de sociale angst of whatever, voor zover die nog aanwezig is, gewoon aan de kant. This is way more important dan of iemand mij mag of niet. Op dat moment, I don't give a shit. Weet je, you either look or you don't. Ja, op zo'n punt kan het aankomen. En meestal gaat het in veel mildere vormen. Gewoon, mensen zijn over het algemeen, die naar mij toe komen in ieder geval, open en zo eerlijk als ze kunnen. En dus gebeurt er weinig van, ik zal jou eens even. Heel soms. Weet je wel? En ik ben volledig bereid. It's no problem. Ik vind het zelfs wel grappig. En in het wild met mensen ben ik meestal een soort incognito. Ik bemoei me niet zoveel met dingen en ik werk niet in een bedrijf of whatever. Dus ik zie niet zo heel veel dingen waarvan ik voel dat dat mij aangaat. Maar als dat wel zo is, zal ik zeggen wat ik ervan denk. En dan komt altijd die tweede stap er nog bij die ik altijd erbij noem. Ik hecht ook niet zo aan het resultaat. Dus ik zal er alles aan doen om een brief te posten to make my point. Of een ander daar dan iets mee doet of niet, ik ben zijn of haar baas niet. Als het niet overtuigend is voor de ander, dan is dat zo. En misschien over een half jaar dat er iets van komt of dat het doordringt en misschien nooit. En maybe I was wrong. How about that? Maar I don't care, dus dan maakt het niet zoveel uit of die ander daar blij mee is of mij nog mag. Het maakt ook niet zoveel uit of die ander het met me eens is of het inziet. Ik heb die brief te posten. That's it, because it ain't mine. Als ik, ja, zo heb ik wel eens gezegd, als ik iemand een cadeau geef, laten we zeggen een kristallen vaas, en hij vindt het daarna leuk om die tegen de muur kapot te gooien, dat mag, want hij is van hem dan. Right? Zoiets. Cool, vet, fijn, dank je, dag.